Dames en heren, speciaal voor jullie een toelichting op wat vijfde generatie warmtenetten zijn door Mark Zetspand. Dankjewel. Goedemiddag iedereen, mensen thuis. Dag voorzitter, vorige sprekers, hartelijk dank. Duurzaam verwarmen en koelen met vijfde generatie warmtenetten. Daar mag ik jullie de komende minuten wat over gaan vertellen. Als het goed is, komen mijn slides zo in beeld. Ja, daar zijn ze. Mijn naam is Mark Zetsvand, werkzaam voor stroomversnelling. Ik hou me bezig, wat de dagvoorzitter al zei, met warmtenetten, met name lage temperatuursystemen. En ik heb hiervoor ook bij eerdere opdrachtgevers en werkgevers me mogen inzetten voor diverse warmte-koude voorzieningen. Zoals de bouw, ontwikkeling van warmtenetten, geothermie, om u een beeld te geven. We zijn hier vandaag in het kader van een Europees project, wat Leen van Dijk al zei, D2 Grids, Demand Driven Grids, voluit geschreven. Het is een project wat als voornaamste doel heeft het opschalen van de nieuwste generatie stadsverwarmings- en koelingsnetwerken. Ook wel afgekort 5G DHC, Fifth Generation District Heating and Cooling, in heel Europa. Het project is inmiddels ruim een jaar geleden gestart. En we zijn op dit moment druk bezig om onder andere de principes en ook de definitie van zo'n systeem goed neer te zetten. Wat ook wel goed is om te weten, is dat het een project is met vijf daadwerkelijke proeflocaties. Dus het is niet een pure theoretische benadering, maar er wordt ook daadwerkelijk wat ontwikkeld en gebouwd. In Nederland, Mijnwater, veel bekend, in Brunsum heeft hij een proeflocatie, maar ook in Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koninkrijk zijn er totaal 5 proeflocaties waar hard gewerkt wordt om naar vijfde generatie systeem te komen. En het wordt georganiseerd samenwerking met Interreg, met een forse bijdrage van ruim 11 miljoen van het Europees Regionaal Ontwikkelfonds. En wilt u er meer over weten, dan kunt u op de website terecht. 5gdhc.eu is onlangs gelanceerd. En er wordt steeds meer informatie ook beschikbaar gemaakt over de producten die wij binnen D2 Grids gaan opleveren. Dan gaan we naar de inhoud. Steeds meer het nieuws natuurlijk, energie, warmte, koude, letterlijk hot. Zoals hier in de Limburger onlangs het stadskantoor in Heerlen, wat op Mijnwater wordt aangesloten. Maar ook andere bronnen van warmte en koude, zoals bijvoorbeeld datacenters, restwarmte. Dagelijks is het eigenlijk een onderwerp wat in het nieuws is. En ik wil jullie ook graag vandaag uitnodigen om een beetje mee te denken. Jullie zitten allemaal op afstand thuis, dus direct praten gaat niet, behalve in de chat. Maar het is misschien wel goed om eventjes jullie wat te betrekken bij deze sessie door middel van een quiz. Wees niet bang, het is geen heel ingewikkelde quiz, maar wel iets wat leuk is om even jullie te peilen hoe jullie ervoor staan. Als we het hebben over het verwarmen, temperaturen, dan kun je kijken naar hoge temperaturen, lage temperaturen. Maar misschien is het goed om even te kijken hoe je nu thuis zelf verwarmt. De meeste mensen zullen thuis een cv-ketel hebben. En op welke temperatuur staat die eigenlijk afgesteld? Is dat lager dan 50 graden? Is dat tussen de 50 en 70? Of staat hij op hoger dan 70 graden Celsius? En als het goed is, krijgen jullie zo een pol in beeld. Dat zou de techniek moeten verzorgen. Ja, ik krijg een klikje, dus dat klopt. En dan kun je een van deze 4 opties kunnen jullie aanklikken. En denk er niet te lang over na. Antwoord D is ook mogelijk. Als je het niet weet en je denkt, ik zet de thermostaat op 20 en het is warm, dat is ook een goede. Dus er is geen goed of fout. Ik geef jullie nog ongeveer 10 seconden om te reageren. En dan ben ik erg benieuwd hoe mensen thuis al bezig zijn met misschien op wat lagere temperatuur stoken. Oké, kijk. Ja, de resultaten zijn zichtbaar, oké. Die kan ik alleen niet zien.
ogenblikje hoor. Resultaten die komen zo in beeld. Oké. Nou, de techniek laat ons heel even in de steek. Jullie kunnen als goed is allemaal de resultaten zien, dat begrijp ik. Wat in ieder geval goed is om te weten is dat cv-ketel heeft natuurlijk verschillende temperaturen op je kan stoken. Maar een echte HR-ketel krijgt pas een hoog rendement als de temperatuur onder de 60 graden komt. En dat is ook de reden waarom het thuis lager stoken ook kan zorgen voor een verbeterd rendement. Ik klik even door naar de volgende slide. Ik wil je even heel erg het algemeen meenemen. Warmtenetten, velen van jullie zijn hier natuurlijk al mee bekend. Is ook in de introductie al genoemd. Een klassiek warmtenet begint eigenlijk bij een centrale, met een centrale bron op hoge temperatuur. Hier staat een temperatuur van ongeveer 100 graden aangegeven. Dat is niet heel erg vast, maar geeft even een idee. En die warmte wordt dan via warmtewisselaars uiteindelijk geleverd aan wijknetten. Waarop woningen, gebouwen, kantoren zijn aangesloten. Dat is het traditionele plaatje waar meestal eigenlijk al 100 jaar sprake van is. Nieuwe systemen die zijn vaak omgekeerd. Die beginnen eigenlijk bij de afnemer. Die kijken vanuit de afnemer, wat heeft die afnemer nodig? Afnemer die steeds meer, ook qua energievraag, zijn warmtevraag verlaagt. Hè, door bijvoorbeeld het maatregelen aan de woning. Denk aan betere isolatie of zelf elektriciteit opwekt. Die afnemer die kan warmte, overtollige warmte of koude leveren aan een lokaal warmte-koude uitwisselingsnet. Die kun je opslaan, bijvoorbeeld in een bodem, in een warmte-koude opslag. Maar je kunt ook een koppeling leggen, middels warmtepompen, met een wijknet of een systeem wat ervoor zorgt dat supermarkten, datacenters, eigenlijk allerlei bronnen van restwarmte, koeling, hun energie op dat net kunnen zetten. Ook daar zie je weer een mogelijkheid ook tot opslag. En eigenlijk krijg je zo een heel groot energieuitwisselingsnet. En als je je dan afvraagt, wat is hier nou de bron? Dan is dat eigenlijk antwoord, ja, er zijn heel veel bronnen. En er zijn ook heel veel afnemers. En eigenlijk ontstaat op deze manier een grootschalige uitwisseling van energie. En dit is eigenlijk een voorbeeld van hoe zo'n eindplaatje eruit zou kunnen zien. En dat brengt me eigenlijk bij de ontwikkeling van warmtenetten zoals we die loop der jaren hebben gekend. Eigenlijk een belangrijke trend vanaf de eerste generatie warmtenetten die vroeger misschien meer dan 100 jaar geleden op stoom liepen. Zijn we nu aanbeland bij de derde en vierde generatie warmtenetten. Waarbij meerdere bronnen invoeden, waarbij de temperatuur toch wel ver onder de 100 graden ligt. Alleen de vraag is eventjes, kan ik die lijn van die temperatuur nu zomaar doortrekken en heb ik dan een vijfde generatie systeem? Nou, voelt hem aankomen. Het verschil en de ontwikkeling gaat wel iets verder. Vijfde generatie systemen hebben wel een aantal unieke kenmerken die toch wel een verschuiving van het denken met zich meebrengen. En dan doe ik even een heel klein uitstapje naar de natuurkunde of thermodynamica. Ik hou het heel simpel. We hebben het altijd met z'n allen over energie, maar het is goed om te beseffen dat energie eigenlijk twee onderdelen heeft. Een nuttig deel en een onnuttig deel. En het nuttige deel van de energie, dat noemen we ook wel exergie. Dat is eigenlijk het deel van de energie waarmee je arbeid kan verrichten, waarmee je een stoomcyclus kan aandrijven, waarmee je grootschalige industriële processen of motoren kunt aandrijven. En de rest is eigenlijk energie die vervluchtigt. Die verdwijnt niet, maar daar kun je niks meer mee doen. Ik wil naar de volgende quizvraag. Kijk even naar de techniek of dat mogelijk is. Ik pak de stemkastjes er weer even bij. We gaan toch weer even terug naar die cv-ketel, want die kennen jullie toch allemaal, die is vertrouwd. En hoe efficiënt is die nu eigenlijk? Nou, is dat A, een rendement van meer dan 100%, want ik heb een HR-ketel. Is dat tussen de 80 en 100%? Meestal is dat zo, als je die HR-ketel wat te hoog zet, nou, dan haalt hij dat hoge rendement niet. Of is het lager dan 10%? Nou, dat is wel heel erg laag. Maar goed, wie weet zou dat zomaar kunnen zijn. Je kunt er even stemmen. Er zijn dit keer drie opties. En ik geef jullie ongeveer 10, 15 seconden om erover na te denken. En het plaatje erbij geeft ook een kleine hint. Een kleine toelichting op het verhaal wat ik ook net al vertelde.
gaat over het verschil tussen exergie en energie en wat je daar allemaal nuttig mee kan doen. En als je dan bedenkt dat gas een fossiele brandstof is, met een heel hoge exergiewaarde, kun je afvragen hoe nuttig dat is. Oké, ja, de polls zijn gesloten. Alle stemmen worden geteld. Alleen de stemmen die voor de sluiting zijn binnengekomen. Ik kan nu de uitslag geven. Kijk. Ja, hartstikke fijn. Ik ben helemaal blij. Ja. 80 tot 100% energierendement is 64%. Dat is de winnaar, zou je kunnen zeggen. Ja. 20% zegt lager dan 10%. Ja. En 16% zegt HR, dus meer dan 100%. Ja. Nou, het goede nieuws is, hartelijk dank. Het goede nieuws is, iedereen heeft het goed. Want ja, een HR-ketel draait nu eenmaal, kan nu eenmaal draaien op hoger dan 100%. En B komt in de praktijk ook veelvuldig voor. Maar kijk je naar exergie en kijk je naar de nuttige energie die je nog kan gebruiken nadat je je aardgas hebt verstookt, dan kom je eigenlijk onder de schrikbarende 10%. Dat is eigenlijk is daar bijna niet voor te stellen, maar dat is wel natuurkundig gezien de werkelijkheid. Maar goed. Een van de redenen om zo snel mogelijk te kijken hoe het mogelijk is om naar laagwaardige, laagtemperatuur uitwisseling te gaan van energie. Ik heb hier nog even symbolisch een kopje koffie of thee neergezet. Dat geeft nog eens een keer weer van, nou, ik heb hier een kopje thee wat bijvoorbeeld 100 graden is als het net gekookt is. Hartstikke warm. Zet je dat kopje thee op tafel en laat je het afkoelen, dan is de energie naar de omgeving gegaan. Maar uiteindelijk is de warmte die in het kopje zit niet meer nuttig te gebruiken voor iets anders. Dan breng ik me eventjes weer terug bij wat wij binnen D2Grids eigenlijk de visie noemen op low exergy of laagwaardige energie, thermische energie. Want wat we voorzien is dat eigenlijk, als je kijkt naar zo'n stad als hier in Nederland, zien wij dat alle energie die nodig is om die gebouwen, die huizen, die kantoren, die winkels, om die te verwarmen en te koelen, in de lokale omgeving aanwezig is. En dat we die daarmee kunnen uitwisselen. Met behulp van warmtepompen. Hè, dus je moet er nog wel wat voor doen. Maar het grootste deel van die energie die is er al. Kijk bij je buurman, kijk bij de supermarkt om de hoek, kijk bij een datacenter, kijk naar het water wat door die steden stroomt. En begin daar om te kijken waar eventuele bronnen van koude en warmte zitten. En als je daarmee begint, dan realiseer je hoeveel energie er is. Koude is een onderwerp wat heel vaak onderbelicht is. We hebben het heel vaak over warmte, de warmtetransitie. Maar koude is een onderwerp wat nog steeds belangrijker gaat worden. En ik ben wel even benieuwd hoe mensen thuis dit onderwerp beleven. Er zijn misschien veel mensen die thuis airconditioning hebben. Je hoort er steeds meer. Maar misschien zet u wel de ramen open. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Ik bedoel, het kan ook comfortabel zijn. Of zijn er mensen die toch ook al via bijvoorbeeld vloerverwarming met een warmtepomp actief koelen? Nou, u mag weer stemmen. En dan ben ik heel benieuwd hoeveel mensen hier al op deze manier koeling in hun huis hebben voorzien. Het is niet echt de tijd voor airconditioning op dit moment. Het is een beetje koud. Maar, nou, nog ongeveer 5 seconden en dan gaan we kijken wat de uitslag is. En dan zijn de stemmen gesloten. Ik lees hem even op voor je. Met de ramen open, 84%. Okay. En dan via de vloerverwarming, 12%. Met moderne airconditioning, 4%. 4%, oké. Okay. Nou, ik vind toch, ik denk toch positief om te horen dat veel mensen nog eigenlijk gewoon de ramen openzetten. Want ik vind het zelf ook erg prettig. Maar ik vind het ook mooi om te zien dat er ook al best wel een hoop mensen zijn die vloerverwarming hebben en daar ook mee koelen. Koeling, beste mensen, wordt steeds belangrijker. Het Internationaal Energieagentschap voorspelt dat de hoeveelheid koelinstallaties tot 2050 gaat verdrievoudigen. Dat grafiekje wat je hier in beeld ziet, geeft dat eigenlijk weer. Het is een projectie, is geen feit dus, maar is wel verwachting op basis van de huidige ontwikkeling. En gisteren las ik Technisch Weekblad een artikel dat de VN verwacht dat in 2070, dat is nog heel ver weg, maar dat wereldwijd de vraag naar koeling, de vraag naar warmte inhaalt. En dus meer vraag naar koeling dan verwarming. Nou, dat is eigenlijk ongekend.
Op dit moment is dat ook nog niet zo. Maar het is wel goed om te beseffen dat we met z'n allen bezig zijn met een warmtetransitie. En dat we tegelijkertijd ook rekening hebben te houden met een koude vraagstuk of een koelingsvraagstuk. En dat het schrikbeeld wat je hier ziet, dat iedereen misschien niet de meest efficiënte airco's gaat installeren, toch wel een zorgpunt is. Breng me even terug bij het onderwerp van vandaag, de vijfde generatie warmtenetten. Dit is het ontwikkelplaatje wat ik net schetste. En ik wil jullie graag meenemen naar het plaatje wat wij gebruiken om een vijfde generatie systeem in beeld te brengen. Dat is eigenlijk een systeem met een warmte- en een koude leiding zoals hier ook warmtenet. Alleen al op een over het algemeen veel lagere temperatuur. En het is een energieuitwisselingssysteem. Dus wat je hier ziet zijn huizen, kantoren, gebouwen, energiebronnen, energieafnemers, opslag, allemaal op hetzelfde systeem. En je ziet ook windmolens, die zitten niet aangesloten op het warmtenet, maar ze staan eigenlijk voor het opwekken van groene stroom, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor de warmtepompen die nodig zijn om de temperatuurverschillen te overbruggen. Binnen het project zijn we bezig geweest met te bedenken wat maakt zo'n vijfde generatie systeem nou uniek en wat zijn nou de kenmerkende principes. En een van de belangrijkste is eigenlijk het sluiten van de lokale kringloop. Dus alle warmte of koude die jij in jouw gebouw hebt, die probeer je als eerste lokaal in jouw eigen gebouw te gebruiken. Dus heb je hem niet nodig voor ruimteverwarming, dan stop je hem misschien in een buffer die je gebruikt voor tapwater bijvoorbeeld. Als je dat niet doet, dan geef je hem aan je buurman. En als je hem niet aan je buurman kwijt kan, dan deel je hem op het wijknet. En dat is eigenlijk de volgorde. Dus die lokale kringlopen sluiten, in twee richtingen overigens. Ook kijk je naar de mogelijkheid om zoveel mogelijk energie duurzaam en laagwaardig, dus wat ik net al vertelde, zo laagwaardig mogelijk te gebruiken. Dus passend bij de temperatuur die gevraagd is. Heel belangrijk is ook, en dat is het derde principe, is dat die energie past bij de eindgebruiker, precies op het moment dat hij hem nodig heeft, en precies op de plek die hij nodig heeft. En ja, dat vraagt nu eenmaal slimme aansturing. Dus dat vraagt ook wat van de regeltechniek. En een belangrijk onderwerp ook is, of een belangrijk kenmerk of principe, is de integraliteit. Dus de uitwisseling met bijvoorbeeld elektriciteit. Elektriciteit die overtollig is, die kun je omzetten in warmte. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar mogelijkheden om misschien wel waterstof in te zetten of andere vormen van energieopslag of uitwisseling van energie. Dus integraal denken. En tenslotte, probeer zoveel mogelijk lokaal te werken om te voorkomen dat je met energie gaat slepen. Dus kijk echt naar lokale wijknetten. Probeer daar de uitwisseling tot stand te brengen. En ga niet kilometers lopen slepen met grote transportleidingen, met grote verliezen. Dat is eigenlijk de basis van dit vijfde principe. Even kijken. Dit volgende plaatje geeft eigenlijk zo'n systeem weer, maar dan meer in het dagelijks leven. Dus wat je hier ziet bij die supermarkt, links en rechts een gebouw, is eigenlijk het principe van warmte leveren is koude ontvangen. Dus een supermarkt hier, die heeft een koeling en die verbruikt koeling, verbruikt koude om zijn producten koel te houden. En er komt warmte bij vrij. Ik woon zelf ook naast een supermarkt. En vervolgens staan wij naast die supermarkt ons huis te verwarmen. Zou het nou niet fantastisch zijn als die supermarkt die warmte die hij over had aan die woningen kon leveren? Nou, dat kan met dit systeem. Hè. Dus de supermarkt levert eventueel met een warmtepomp de warmte aan het warmtenet. En bijvoorbeeld het appartementengebouw wat ernaast staat, gebruikt die warmte weer om huizen te verwarmen of om bijvoorbeeld tapwater te maken. Dat is een vorm van lokale uitwisseling. Is het op een vaste temperatuur? Nee, dat hoeft niet per se. Het kan ook op een afwijkende temperatuur. Het kan zelfs zo zijn dat op bepaalde momenten de temperatuur misschien wat hoger of lager moet zijn. Daar zit een hele manier van optimalisering. Dat hangt ook samen met het leveren op precies de juiste tijd en plek. Dus je hebt daar echt een slimme aansturing voor nodig. Wat vijfde generatie ook typisch kenmerkt, is dat je die piekvraag omlaag gaat brengen. En dus dat je ervoor zorgt dat het systeem eigenlijk veel constanter draait. Net als bijvoorbeeld de vloerverwarming draait dit systeem ook constant. En heb je veel minder grootschalige piekinstallaties nodig die maar heel erg weinig worden gebruikt.
En dat bespaart kosten, in ieder geval op het gebied van opwekinstallaties. En uiteindelijk is het een manier om 100% duurzaam te zijn met deze vorm van energieuitwisseling. Ik sla dit even over. Ik kan wel even laten zien, maar dit geeft eigenlijk weer van hoe je in de zomer door de piekvraag te verlagen, of door het jaar heen, ervoor kan zorgen dat je dus seizoensopslag het hele jaar kan benutten. Mogen jullie thuis nalezen. En dan kom ik bij de laatste slide van deze presentatie. En dat is eigenlijk iets wat, ook wat we jullie willen meegeven. Wat dit systeem nou duurzaam maakt. Een warmtenet is eigenlijk zo duurzaam als de bron, de duurzaamheid van de bronnen die erop zitten. Dat is wat ik eigenlijk altijd zeg. Maar het is wel goed om eventjes te vergelijken met traditionele systemen, warmtenetten, die vaak draaien op afvalverbrandingsinstallaties of andere bronnen. Die kunnen vaak 50, 60, 70% CO2-reductie halen ten opzichte van een aardgas-CV-ketel. Misschien nog net iets meer. Maar vaak zit er wel een limiet in, omdat je nou eenmaal te maken hebt met een bepaalde hoeveelheid aardgas die je nog steeds moet bijstoken. Dit systeem is in potentie 100% duurzaam te maken, mits de elektriciteit natuurlijk groen is. Het is dus ook in potentie duurzamer dan wat we nu het duurzaamste warmtenet noemen. Het is er nog niet, maar in potentie is het duurzamer te maken. Je kunt er zowel warme als koude energie mee leveren, hè, dus warmte en koude uitwisselen. Dus ook een oplossing voor de koude transitie. En het maakt gebruik van eigenlijk zoveel mogelijk lokale bronnen van energie. Energie die er eigenlijk al op dit moment is en door schoorstenen of door muren weglekt. Het voorkomt dat we grote fossiele piekinstallaties moeten blijven bouwen. Dat voorkomt ook een hoop kosten die ermee te maken hebben. En het is goed om te weten dat we met elektriciteit al hard op weg zijn. Op dit moment is het nog beperkt hoeveelheid groene stroom, maar in Nederland zijn we in 2050 als het goed is volledig duurzaam voor elektriciteit. En met de windparken die nu gebouwd worden op zee in 2030 al op 70%. Dus dat gaat ontzettend hard. Het koude leveringsvraagstuk heeft ook als voordeel dat je in de zomer ook een business case hebt. Traditionele warmtenetten hebben in de zomer eigenlijk weinig te doen, behalve tapwater leveren. Dan draaien ze enorme verliezen, omdat ze continu rondstaan te pompen met maar een klein beetje afname. Met koude levering heb je ook in de zomer een rendabele business case te maken. En het is schaalbaar en betaalbaar. En ik zie aan de dagvoorzitter dat ik moet gaan afronden. Dus dat ga ik ook doen. Dus met dit toekomstbestendig systeem kun je in de toekomst langzaam maar zeker werken naar een energievoorziening die uiteindelijk 100% duurzaam is. Dank voor je aandacht.